De omstreden Imam al-Arafi uit Saudi-Arabië ziet het slaan van vrouwen als het allerlaatste middel om het huwelijk te redden. Dat zei hij vandaag tegen omroep Brabant. Maar dat slaan bedoelt hij wel niet letterlijk. De imam bezoekt dit weekend een conferentie over jongeren in de Al-Furkaan Moskee in Eindhoven. De Eindhovense LPF-fractie wilde de komst van de Saoedische imam tegenhouden. De partij vindt het van de gekken dat een man die geweld tegen vrouwen goedkeurt in Eindhoven aan het woord wordt gelaten. Maar volgens burgemeester Van Gijzel waren daar geen geldige redenen voor. De imam is omstreden omdat hij in een tv-programma gezegd heeft dat je vrouwen mag slaan. Ik zou haar bijvoorbeeld niet in het gezicht slaan. In het gezicht slaan is verboden, zelfs bij dieren. Als dit geldt voor dieren, dan geldt het zeker voor mensen. De dus klappen moeten zacht zijn en niet in het gezicht. Maar deze uitspraken op een Arabische zender zijn uit zijn verband getrokken, zegt hij tegen omroep Brabant. De imam zegt hier. Het slaan van een vrouw moet gezien worden als een allerlaatste redmiddel. Pas als praten niet meer werkt, mogen partners elkaar even wakker slaan. Dus niet alleen de man, maar ook de vrouwen. Dat gebeurt met een tandenstoker. Grof geweld of mishandeling is uit een boze.